Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl. Goedenavond, welkom bij PSV TV. Hij is 17 jaar, hij komt uit Tilburg en hij speelt al sinds 2010 bij PSV. Groot talent. Hij werd afgelopen weekend man van de wedstrijd bij zijn team PSV onder 19. En vandaag is hij te gast in de studio. Justin Lonwijk, welkom. Ja, dankjewel. Jij moet een lekker weekend hebben gehad. Ja, zeker. Altijd lekker als je wint. En dan ook nog twee keer mag scoren. Ja, precies. Het waren twee mooie doelpunten. Gaan we straks ook even op terugkijken. Ja. Maar ik had echt het idee dat jullie iets van je afspeelden afgelopen weekend. Ja, natuurlijk. We hebben een aantal weken achter elkaar puntverlies geleden. En als PSV zijn, dan mag het eigenlijk niet. Dan moet je gewoon elke week winnen eigenlijk. En zaterdag waren we ervan overtuigd dat we gingen winnen. En dat deden we ook gewoon. Ja, gaan we straks op terugkijken op die wedstrijd. Voel je nou echt prof? In 2016 heb je je contract zeg maar, gekregen, je eerste contract bij PSV. Daar hebben we ook deze foto van trouwens. Voel je nu echt prof of is dat nog niet helemaal zo? Nou, natuurlijk is het mooi als je contract tekent. Dan voel je wel iets meer een prof, zeg maar. Maar natuurlijk vind ik vind het pas zelf als je echt in het eerste speel dat je echt een echte prof bent, zeg maar. Ja? Ja, bij Jong PSV speel je ook al wel Jupiler League. Dat is ook mooi natuurlijk, is profvoetbal. Maar in het eerste is echt echt een prof voor mij. Ja, maar nu zit het al denk ik heel erg in details, voedingsschema's en fysieke schema's die je moet afwerken. Is dat moeilijk? Is dat lastig? Ja, zelf heb ik er niet heel veel moeite mee. Ik lust heel veel dingen. Dus ook die gezonde dingen, wat belangrijk is voor je spieren en herstel natuurlijk. Ja, ja, die eet ik gewoon op thuis. Ja, precies. Wat doe je naast voetbal? Ja, ik spend veel tijd met mijn vrienden en familie, zeg maar. En met mijn zusje die tennist. Dus dan ga ik af en toe even tennissen met haar. Mijn broertje. Op hoog niveau ook, hè? Ja, die gaat ook wel goed eigenlijk, qua leeftijd. Ja. En met mijn broertje doe ik veel leuke dingen. En met mijn oma, opa's. Ja, veel met familie eigenlijk. Ja, want jij bent niet de enige Lonwijk bij PSV. Laat het dat ook gelijk duidelijk maken. Ja. Maar je hebt concurrentie, hè? Ja. Vertel even. Ja, Nigel Lonwijk is mijn broertje. Ja? Die speelt nu in de B2. Ja. Onder 16. En die doet het ook wel heel goed, vind ik. Ja, als jij je haar laat groeien trouwens, dan zou ik je die niet uit elkaar kunnen houden. Nee, ik denk niet dat mijn haar zo mooi wordt als die van hem. Maar, ja, maar jij hebt het eraf gehaald. Ja. Of niet? Nee, heb je ooit zo ook lang haar gehad? Ik krijg dan meer een beetje... Maar hij wordt niet zo mooi als ik ben. Nee. Zijn jullie verschillend trouwens als spelers? Als spelers, ja zeker. Want hij is een centrale verdediger. Ja. Hij is sterk en echt heel fel in het duel, zeg maar. Dat ben jij niet? Ik kan wel fel in het duel zijn, maar dat is niet echt mijn kwaliteit, zeg maar. Ik ben meer aan de bal, gewoon voetballen. Ja. En hij is echt van de slijdings ook en zo. Ik vind het wel heel mooi om te zien hoe hij speelt en hoe ik speel. Zeg maar. Maar heb je het wel eens echt getest zeg maar, tegen elkaar? Dus jij echt als pure aanvaller en hij als verdediger, heb je dat wel eens getest? Ja, gewoon in de vakantie trainen we vaak samen. En dan ben ik meestal de man met de bal en dan moet ik hem wel actie geven. Ja. Dat is niet altijd even makkelijk eigenlijk. Nee. Maar heb je hem een keer een panna gegeven? Of is ja, zeker. Ik heb wel ook een paar ontvangen, moet ik wel eerlijk zeggen. Oké. Dan pakt hij wel weer terug. Ja, zeker. Ja. We gaan straks verder praten met Justin Lonwijk. Eerst even kijken naar de selectie en wat er verder gebeurde bij PSV. Op het veld vanmorgen een complete selectie en voor deze speciale dag natuurlijk speciaal bezoek. En onder toeziend oog van Piet bereidde PSV zich voor op de wedstrijd van dit weekend tegen Ajax. Specifiek de aanvallers tegen de verdedigers. En, zoals altijd, een fanatieke Lozano. Verder stond de geblesseerde doelman Luc Koopmans weer op het veld. Hij werkte apart van de groep een aantal loopoefeningen af en dat zag er veelbelovend uit. En de rode kaart die Albert Gudmundsson afgelopen maandag kreeg voor deze actie met Jong PSV is geseponeerd. Volgens de tuchtcommissie maakte de IJslander geen slaande beweging. Tot slot belangrijk nieuws over de Ottercup. Het traditionele jeugdtoernooi van PSV voor A-junioren gaat in 2018 niet door. In verband met de aanstaande verbouwing van het jeugdgedeelte van de hertgang kan het internationale jeugdtoernooi niet worden gehouden. Ja, we hadden het er net al even over. PSV onder 19 deed goede zaken. Het won van FC Utrecht. En ik zou bijna zeggen, het werd ook wel even tijd, hè? Ja, zeker. We wilden in ieder geval ook in die wedstrijd veel scoren. We hebben in de training veel aandacht aangelegd. En we moesten natuurlijk winnen, want je moet...
voor de winterstop moet je gewoon bij de eerste 8 zitten om in de hoge competitie te spelen. Dus ja, we moesten gewoon deze wedstrijd winnen. Maar dat is nu wel zeker, die eerste 8, dat moet nu wel gaan lukken, dat kan niet fout. Het moet wel gaan lukken, maar alles kan nog volgens mij. We staan 4 punten boven de nummer 8 volgens mij. Ja. Dus dat betekent dat je in 2 wedstrijden nog van alles kan gebeuren omdat het dicht bij elkaar staat. Maar als wij gewoon onze wedstrijd nog winnen, ik heb er sowieso al vertrouwen in dat we in de bovenste 8 komen. Maar hoe komt het dat ik heel vaak de indruk heb dat PSV onder 19 beter is dan de tegenstander, hè, als ik jullie zie spelen? Ja. Maar dat het nooit altijd eruit komt. Dus het is niet altijd heel stabiel. Het wisselt nog wel. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. En ja, we zijn natuurlijk wel al lang bezig, zeg maar, in de voorbereiding al. En ja, misschien dat het soms gewoon even aan de scherpte ligt in wedstrijden tegen ook misschien voor ons wat mindere tegenstanders. Ja. Dat we daar toch misschien ook in de eindfase vooral wat scherp in moeten zijn. Dat we gewoon de trekken snel overhalen eigenlijk. Ja, maar onderschat je je tegenstander dan? Ja, ik denk niet dat je echt expres een tegenstander zou willen onderschatten. Maar dat automatisch wel een beetje gebeurt als er een mindere tegenstander komt. Ja. Maar dan is juist belangrijk dat je dat juist niet gaat doen eigenlijk. Ja, want ik wil niet heel veel druk opleggen, maar heel de buitenwacht zegt, ja, PSV onder 19, zeer getalenteerd team, kampioenskandidaat. Zien jullie dat nog steeds zo ook? Ja, zeker. Wij willen nu echt kampioen worden, keer met onder 19. Ja. En ik denk wel dat dit jaar is om kampioen te worden. Ja, ja, nou, we gaan even kijken naar afgelopen weekend, waarin PSV ruim won van FC Utrecht. Tegenstander FC Utrecht is een ploeg in goede doen op dit moment. Het staat zelfs boven PSV in de competitie. Bij winst zou PSV dat gat kunnen verkleinen. En PSV start goed aan de wedstrijd. Eerste schot is van Cody Gakpo. Heerlijke uithaal van afstand. En het zal daar niet bij blijven, want dit gaat dan opeens heel snel. Justin Lonwijk voor de 1-0 van PSV. En die viert dat met een dansje en een hakje en nog een hakje en nog een hakje. En PSV gaat door. FC Utrecht laat weinig zien. Verrassend eigenlijk voor een ploeg die het zo goed doet in de competitie. Dit is weer Lonwijk met Pirou in de knoop. Maar dan toch nog dat schot. En dat schot dat uiteindelijk naast het doel belandt van de keeper van FC Utrecht. Cocu langs het veld. Kijkt hoe de jonge jongens het doen. En dit doelpunt van Maxime Soulas wordt afgekeurd. Want hij maakt gebruik van een speler van FC Utrecht. En dat mag niet. De hoekschop is van Mikael Sadilek. De redding van de doelman van Utrecht. Pirou met een halve omhaal. En dan Cody Gakpo met de 2-0. Goeie actie van hem. Goed voorbereidend werk van Pirou. En PSV op roze in de rust. Dit is in de tweede helft. Vrije trap van Joël Pirou. Nog net aangeraakt door de doelman. En PSV dus gewoon nog op 2-0. Maar Mikael Sadilek zet deze aanval op. Samen met Justin Lonwijk. Wat een uithaal. En wat een goal. PSV op 3-0. En de tweede voor Lonwijk vanmiddag tegen FC Utrecht. Zit er nog meer in het vat voor PSV misschien? Want Utrecht heeft weinig tot geen gevaar kunnen stichten. Aboukloh achter die bal aan. Die kan wel eens de individuele actie maken. Dat doet hij. Mooie panna. En dan nu de afronding. Pirou. En die tekent voor de 4-0. Mooie actie van PSV. Heerlijk doelpunt. Misschien wel de mooiste van de middag. Concurreert met die van Lonwijk. Dat schot in de kruising. Maar het mogen duidelijk zijn dat dit een goede middag is voor PSV. Dat hier met 4-0 wint. Ja, een paar schitterende doelpunten zaten er voorbij, hè? Ja, dat zijn wel allemaal eigenlijk al mooie doelpunten, ja. Ja, kan je nou kiezen als je moest kiezen tussen die laatste en tussen die van jou in de kruising? Ja, nou kijk, ik vind wel dat de laatste of die van mij in de kruising? Ja, die laatste met die actie van Aboukloh. Ja, dat was een mooie actie van Zakaria natuurlijk. Joel schiet er wel makkelijk binnen dan. Ik denk dat ik mij nog wel iets mooier vind. Ja, ja. Ja. Maar kan jij goed dansen trouwens? Want ik zie jou wel vaker echt op een leuke manier dansen. Was niet alleen de afgelopen wedstrijd. Ja, klopt. Ik heb wel gewoon eigenlijk een beetje mijn celebration. Gewoon af en toe wat leuke dingen, zeg maar. Ja. En dit was een nieuwe. Wat, het was met hakjes en een sprongetje. En een ding, bijna ballerina. Ja, zo kan je wel noemen. Ja. Oefen je dat? Of kijk je dat ergens? Nee, kijk, deze was een neef van mij die voetbalt ergens in het buitenland. En die deed het ook. En hij stuurde naar mij en ik vond het wel eigenlijk leuk om te doen. Dus ik dacht, laat me ook maar een keertje doen. En wie is dat dan? Kunnen we dat opzoeken op YouTube? Ja, Virgil Misijan. Ja, waar speelt hij? Bij Lido Goretz. In Bulgarije. In Bulgarije, ja. En hij zei, joh, doe dit keer. Ja, hij stuurde me dat filmpje en ik dacht van, is wel leuk, hè. Oké, nou, dat is mooi, die gedachte erachter. Dat eerste doelpunt zagen we niet heel goed. Ja. Leg nog heel even uit, hoe ging die nou precies? Want is dat nou een typisch Lonwijk doelpunt? Leandro pakte de bal snel en die speelde mij in.
ik legde hem gelijk terug op Zakaria. En die speelde Joel in. En toen op het einde speelde Joel mij weer in hoe ik was doorgelopen. Ja. Wat wel voor mij ook een belangrijk punt is, zeg maar, om diepgang te hebben in mijn spel. Ja. Kreeg ik de bal terug en maakte ik hem goed af. Want die is heel anders dan die tweede, want laten we daar ook even naar kijken. Die tweede is echt een beauty. Ja. Is dit typischer Lomwijk of is die andere dan typisch Lomwijk? Als dat schoten train ik wel veel op zelf ook. En, maar ik denk wel dat die eerste met echt in de combinatie doorlopen, dat meer echt mijn goal is. Ja. Want daar heb je meer gevoel bij of zo? Ja, heel vaak in de wedstrijd wel diepgang en zo. Ja. En die eerste ook, ze hebben op de training veel met Ruud van Nistelrooy. Ja, in die situatie komen en dan moet je hem gewoon afmaken eigenlijk. Want Van Nistelrooy zegt dan, want hier had je bijvoorbeeld heel weinig ruimte ook, hè, voor dit schot. Ja, klopt. We leggen daar gewoon veel aandacht bij op de training ook. En Ruud van Nistelrooy, die zegt gewoon, vooral die eerste goal ook, die doen we gewoon heel vaak op de training. En dan is het gewoon langhoek, strak of korthoek. Ja. En dan moet hij gewoon eigenlijk tussen de palen zeker. Kijk je ook veel naar wat Van Nistelrooy zeg maar heeft gedaan op de velden vroeger bij zijn clubs? Kijk je daarnaar op YouTube? Ja, af en toe zoek ik wel op YouTube wat acties op. En dan zie je wel weer dat de grote speler is geweest. En van je trainer bijvoorbeeld, van Van Bommel? Ja, Mark Van Bommel ook wel wat beelden gezien. Ja. En die zie je wel dat het ook een hele felle speler was en een grote speler natuurlijk. En waar wil hij de nadruk op leggen bij jullie? Volgens mij wil hij best wel de touwtjes in handen hebben, zeg maar. Ja. Maar waar wil hij echt de nadruk op leggen? Wat wil hij graag zien? Ja, we moeten sowieso altijd ons eigen spel blijven spelen. En dat is gewoon positiespel spelen. Nou, dat lukte wel afgelopen weekend. Zeker. En verdedigend gewoon in de formatie blijven. En dan zorgen dat als wij ons eigen spel spelen en goed in de formatie blijven spelen, kunnen we tegen elke tegenstander een goede wedstrijd spelen eigenlijk. Is domineren dan het goede woord? Is dat zeker typisch Van Bommel? Ja, ja. Hij wil altijd domineren. Ja. En een beetje de tegenstander ontregelen, zeg maar. Ja, ja, zeker. Ja. Jullie hebben heel veel geëvalueerd de afgelopen weken. Heel veel beelden kijken we en besprekingen. Want als het even wat minder gaat, dan moet je gewoon met elkaar in gesprek gaan om te kijken hoe of wat beter moet. En waar is de nadruk op gelegd de afgelopen weken? Vorige week was het bijvoorbeeld echt op het scoren. Dat we tegen AZ kregen we een aantal kansen die we niet afmaakten. Ja. Dus daar hebben we dan heel veel op getraind om te scoren gewoon met de aanvallers. En dat is mooi dat dan tegen Utrecht gelijk 4 goals weer. Want wat doe je dan beter bijvoorbeeld tegen Utrecht? Ja, je bent wat effectiever, hè? Ja. Je scoort wat makkelijker, maar daar gaat natuurlijk altijd wat aan vooraf. Wat doe je dan beter? Ja, ik denk dat we goed heel snel druk op de bal kregen wanneer we hem verloren. Zodat we, daardoor domineerden we eigenlijk de hele wedstrijd lang. Ja. En kreeg Utrecht gewoon helemaal geen kansen. Ja. En was het best wel een makkelijke wedstrijd uiteindelijk. Waar zit de ruimte voor je eigen verbetering? Ja, ik vind ook dat ik moet beseffen, zeg maar, in de omschakeling naar de aanvallen, daar hele grote kansen liggen. En dat ik die eigenlijk altijd optimaal moet gaan benutten. Hmm. En niet af en toe dan laten lopen, zeg maar. Want lig je dan op schema voor jezelf? Als je even kijkt naar bijvoorbeeld beelden uit jouw jeugd, want je hebt er al aardig wat doorlopen. Sinds 2010 zit je bij PSV. Ja. Lig je op schema? Ja, ik denk het wel. Ik heb, kijk eens wat een jonge kop, joh. Ja. Ik heb veel doelpunten gemaakt bij PSV. Maar ook gewoon mezelf echt heel veel verbeterd. En ik hoop zo nog nog meer stappen te maken. Ja, want wat is het doel? Ja, waarschijnlijk ga je zeggen PSV 1, maar daar zit een plan aan vast. Ja, natuurlijk. Ik wil gewoon dit jaar zeg maar gewoon goed doen nog bij de A1. Zo goed mogelijk eigenlijk. Ja. Zodat ik opval bij Cocu. Maar we zagen je ook vorig seizoen bijvoorbeeld veel bij Jong PSV. Waarom zit je daar niet meer bij? Ja, we willen gewoon eigenlijk het team een beetje bij elkaar houden. En zorgen dat iedereen eigenlijk uitblinkt in de A1 gewoon. Want we spelen natuurlijk heel goed spel gewoon. En dan zorgen dat dat iedereen gewoon opvalt en dat iedereen heel goed ontwikkelt gewoon in het eigen team eigenlijk. Ja, ja, en uiteindelijk ook misschien wel één van die doelen samen met je broer ooit. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Je ziet nu ook, als broers tegen elkaar spelen, zo in de Eredivisie was het laatst. En
dat is al mooi, maar laat staan samen spelen op het veld, dat zou helemaal fantastisch zijn, denk ik. Ja, nou die kans die gaat vanzelf komen, ongetwijfeld. Zeker als je zo blijft scoren als afgelopen weekend, ja. dan moet dat toch ergens een keertje goed gaan komen. Ja, hopelijk wel. Ik wens je daar heel veel succes mee. Ik wil je bedanken voor je komst naar de studio. Morgen dan zijn wij weer bij je terug met een nieuwe aflevering van PSV TV. En dan onder andere het verhaal van de wedstrijd van afgelopen maandag tegen Fortuna Sittard van Jong PSV. En we kijken naar PSV onder 17, dat speelde afgelopen weekend tegen Vitesse en natuurlijk nog heel veel meer. Ik wil je bedanken voor het kijken en heel graag tot morgen. Dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door energiedirect.nl.